Hi, Sjare hier. In deze video ga ik het hebben over twee typen Medion laptops. Namelijk de Akoya-lijn, die gericht is voor je alledaagse taken of als je de laptop gaat gebruiken voor je studie of werk. En dan heb je de Razer-lijn en deze is zowel gericht voor de startende gamer als de ervaren gamer. En wat je van deze modellen kan verwachten, ga ik jullie allemaal vertellen in deze video. Medion staat bekend voor hun laptops, desktops en tablets. En als je gaat kijken naar hun laptops, dan zie je een duidelijke scheiding tussen hun modellen voor basisgebruik of werk of studie en hun modellen voor gaming. Eerst de Medion Akoya-lijn. En deze modellen zijn voornamelijk gericht op werken en studeren. En beginnen dan ook in een lagere prijsklasse dan de Razer-lijn. Het model dat ik hier heb liggen is de Medion Akoya S15449. Deze is 15,6 inch, een mooi formaat om verslagen op te maken of je films en video's op te kijken. Hij heeft verder een Intel Core i5 processor, 16 GB RAM en een 512 GB SSD. De laptop is dus de gebruiker voor eenvoudige fotobewerking, maar ook lichte games. Nou, zwaardere games kan hij niet aan omdat hij geen dedicated videokaart heeft. En voor de rest kan hij door de 16 GB RAM ook meerdere programma's makkelijk aan. Voor de rest heeft de laptop een Full HD resolutie en een IPS paneel voor de beste kleurweergave. Dus als je af en toe op het internet browst of video's kijkt, is dit meer dan voldoende. Ook heeft de laptop een batterijduur van 8 uur. Dus ben jij van plan om de laptop mee te nemen, dan is het een hele fijne batterijduur omdat die een hele werkdag meegaat zonder dat hij een oplader hoeft. Nou, ben jij dus op zoek naar een laptop voor je werk of je studie, dan zijn de Akoya modellen een mooie keuze voor jou. Omdat ze de meeste programma's goed aankunnen, geschikt zijn voor multitasken en ook nog eens een lange batterijduur hebben. En dat allemaal voor een betaalbare prijs. Ben jij nou een echte gamer of speel je af en toe in je vrije tijd een game? Nou, dan zijn de Medion en Razer modellen iets voor jou. Want deze modellen zijn gericht op gaming. En een van de belangrijkste specificaties waar dit goed naar voren komt is de videokaart. Ik heb hier bijvoorbeeld de Medion en Razer Crawler voor me liggen. En deze heeft in tegenstelling tot de shared videokaart van de Akoya laptop een dedicated videokaart. Namelijk de Nvidia GeForce GTX 1650 Ti met 4 GB videogeheugen. Doordat de videokaart zijn eigen werkgeheugen heeft, kan die zware games aan. En voor de rest heeft de laptop een 15,6 inch scherm, een Intel Core i5 processor, 8 GB RAM en een 512 GB SSD. Om een voorbeeld te geven wat je ongeveer nodig hebt om maar wat zwaardere games aan te kunnen, heb ik een van mijn favoriete games erbij gepakt, namelijk Assassin's Creed Valhalla, en gekeken wat de minimale benodigde specificaties zijn om het spel te kunnen spelen. Bij de game is te zien dat de laptop voldoet aan de minimale specificaties. Maar zodra je gaat kijken bij de aanbevolen specificaties, schiet de laptop bij Valhalla tekort bij de videokaart. Dit houdt in dat je het spel wel kan spelen met de laptop, maar niet in hoge instellingen. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden. Spellen zoals Overwatch bijvoorbeeld kan je dan wel weer met goede instellingen spelen. En hier is dat dan mooi terug te zien in de aanbevolen specificaties. En dit zal ook het geval zijn bij vergelijkbare games. Deze Medion en Razer laptop is een van de eerste in de line-up. Er zijn ook modellen met een krachtigere videokaart of processor, meer RAM, een groter scherm of zelfs een hogere verversnelheid van 144 Hz of hoger. Als je benieuwd bent naar de andere modellen, klik dan op het i'tje boven mij. Nou, de Razer laptops zijn dus door hun dedicated videokaart en de optie voor krachtigere onderdelen een mooie keuze als je op zoek bent naar een gaming laptop. Zijn de Medion Akoya of de Medion en Razer modellen iets voor jou? Laat het dan weten in de comments beneden en laat hier ook gelijk je vragen achter. En vergeet niet om de video een duimpje omhoog te geven. En dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende!